Super dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag wil ik het hebben over mijn top 10 holokaarten. Geen EX of zo, maar gewoon holokaarten. Laten we gaan beginnen met nummer 10. En dat is Slaking Hollow uit Dragons Exalted. Het is een mooie kaart omdat het zeg maar een streepjes hollow heeft. Dat is een extra, ja, ik wil niet zeggen speciale hollow, maar het heeft wel wat. En hij zit in een huis en hij is altijd heel lui. Dus dat is best wel grappig. En volgende is een Zapdos. Ik denk dat jullie al kunnen raden waarom de kaart zo mooi is. Omdat het zeg maar van die bliksemstralen heeft. En het is ook een electric type, dus dat is een beetje logisch. Volgende is een Furfru. Dit is echt een hele mooie Galaxy Hollow. Ik weet niet of je dat zo zegt, maar ik heb wel eens mensen horen zeggen dat het een Galaxy Hollow is. Maar wat het verschil tussen deze twee is, is dat deze zo'n streepjes hollow heeft. En deze heeft dat niet, want deze heeft van die rondjes of zo. Ik hoop dat je dat goed kan zien op video. Maar dat is dus het verschil. En dan hebben we volgende. Is een Raikou. En dat is niet een normale holo. Wel een normale holo. Maar volgens mij uit Skyridge. Ja, uit Skyridge. En deze holo spaar ik. Dus als je meerdere holos hebt van deze serie. Dan zou ik graag met je willen ruilen. Tegen EX of zo. Maar ik mag zelf weten. Dus dat was dat. Dit was nummer 6. Nu zijn we bij nummer 5 aangekomen. En dat is een Articuno. Uit dezelfde set als de Zapdos. En dat is Legendary Treasures. Een hele mooie kaart. Omdat het ook een streepjes hollo heeft. En omdat het lijkt alsof het vliegt. Zeg maar in een dorpje of zo. Ja, dat zie ik tenminste. Oh ja. Over een dorpje gesproken. Dat heeft er helemaal niks mee te maken. Maar weer eventjes verhaaltijd. Of hoe je het ook zegt. Vandaag verwacht ik eigenlijk de Venusaur box. En nog een box. Maar dat zien jullie later wel. Maar er was dus vertraging. Tussen haakjes vertraging. Want ja, de bezorger was er om 1:15. En er waren gewoon mensen thuis. Om 1:15. Mijn ouders. Maar hij heeft dus zo'n briefje ingegooid van we hebben u gemist of zo. Ik hoop dat jullie het nog begrijpen. Maar hij heeft, dat is dus een briefje waarop staat dat ik niet thuis was. En dat hij dan de post weer heeft meegenomen. En dat hij maandag kon bezorgen. Maar dat is helemaal niet eerlijk. Want ik was wel gewoon thuis. Dus hij was gewoon te lui om, weet ik veel, te langer te wachten of zo. Want ja, ik was gewoon thuis. Dus het kan onmogelijk zijn dat ik niet zeg maar die post kon aannemen. Dus dat betekent dat er vandaag geen Venusaur box is. En dat betekent dus dat ik langer moet wachten voor de Venusaur box. Jullie zien maandag een video van de Venusaur box en dinsdag van een andere box. Dus stay tuned zou ik zeggen. Dat is dus wat ik even wilde gaan zeggen. Dat is dan allemaal weer verleden tijd. Maar ja, iedereen maakt wel eens fouten. Maar goed, laten we gewoon doorgaan met nummer 5. Dat is een Dialga Hollow. Dat is een hele mooie kaart. Met steentjes of zo. En het is een beetje, het is gewoon heel mooi. Ja, ik weet niet hoe ik het moet uitleggen. Maar het heeft ook een Galaxy Hollow. Volgende kaart is een Moltres Hollow. Uit Next Destinies. En deze kaart is zo mooi omdat het natuurlijk Moltres is. En streepjes Hollow. En de vuur is heel realistisch, vind ik. Vind ik zelf tenminste. Lijkt op echt vuur. Daarna hebben we Kingdra Hollow. Ancient Trade. En deze is zo mooi omdat het onder water zit met bubbeltjes. Dat vind ik altijd heel leuk om te zien. Daar word ik zelf heel vrolijk van. Daarna hebben we nummer 2. En dat is Hawlucha Hollow. En deze vind ik zo mooi omdat die op een strand zit, vliegend. Ziet er wel grappig uit. En de achtergrond lijkt ook heel realistisch. Dan als laatste hebben we een Mew EX. Dit is de eerste mythical box dat uitkwam. En die had ik dan ook gelijk gekocht. Dat is een Mew Full Art. Nee, Ancient Trade. Het is een hele mooie kaart omdat het over de hele kaart hollow is. Dat vind ik echt super mooi. En de regenboog hierachter, ja, is gewoon fantastisch. Het is gewoon compleet, weet je. Dus dat was dat. Dus dit was eigenlijk gewoon de video. Ik weet niet of het zo lang duurt, maar ik zie dat het 5 minuten duurt. Dat is niet zo heel lang, maar goed. Mijn hele hollow kaart boekje viel. Maar oké, deze dag kan natuurlijk niet erger. Dus
Ja, ik zie je in de volgende video. Bij de Venusaur Box. Bye bye.